It's all I wanna do. Yo, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En eindelijk hebben we jullie vandaag een keer een 1 uur lange GTA 5 Free Roam Special. Maar ik ben hier vandaag niet alleen. Ik ben hier met een oude vriend van mij, namelijk waar ik al heel vaak GTA mee heb gedaan. En ook wel eens in het echte leven heb ontmoet, namelijk Jirai, oftewel OMG Jirai. Zeg maar hallo! Yo, kijk, hoi, hier ben ik. En wij gaan vandaag dus gewoon eventjes een uur lang GTA 5 Free Roamen. Ik zou even snel mijn tweetdekker bijpakken. Om te kijken wat jullie hebben achtergelaten voor, hoe zeg ik dat? Wat je gaat doen. Voor wat we gaan doen? Nou, de meeste mensen zeggen dat we iets met een, Titan moeten gaan doen. Dus laten we maar een Titan gaan halen en dan gewoon zo'n kleine vliegtuig. En dan gaan we gewoon rondvliegen totdat we wat kunnen gaan doen. Dus laten we naar de garage gaan. Yo, ik garage. Hoor dat muziekje op de achtergrond. Ja. En de garage. Ga je gewoon bij mij in mijn auto zitten? Ja, weet niet. Ik wil graag mijn eigen auto showen. Gekke man. Maar. Oh, de Jeke Bier is de party verlaten. Oké, Jirai. Oh, yo, wat een blijf. Kom in mijn wagentje. Kom in deze, kom in deze. Yo, waggies zien er echt nice uit, pik. Kom deze waggie. Waggie G. Oké, let's go. We gaan dus gewoon naar het vliegveld toe. Ja. En dan, gaan we gewoon eventjes, tijd oppakken. Oh, yo, de wereld had me even helemaal geglitcht. Wow. Dus zet jij even een waypoint? Is goed. Ik zet de driving skills van Chester hier zo. Ja, even mijn muziek uitzetten. Wacht even. Zo. Oké, nu gaan we echt driving skills laten zien in deze mini. Huppakee. Hey, wat ik zou zo hard in GTA rijden. Hij zet die waypoint niet. Zo niet. Oh ja, nu wel. Zo, dit autootje rijdt kut, jongen. Ja. Hij helemaal opgevoed is deze ook, hè. Ik ben nu natuurlijk aan het sparen voor de T20. Ik heb hem al. Ja, fuck you. Maar jij speelt meer. Wow! Maar jij speelt meer GTA als ik. Ja, maar ik heb Shark Card gekocht. You're kidding me right now. Dus Rijn, kijk jij nog even snel op Twitter of mensen wat sturen? Moet je even naar mijn account gaan? Even kijken. Twitter. Ik zag dat Nuxie ook wat stuurde. Die is van wapentje of zo. Maar... Of Twitter. Tom Oud. Hè? Huh? Twitter. Wow, kijk mijn auto, Jirai! Hek! What the fuck? Ja, jullie zien het mensen, Chester is echt een hacker. Yup. Oké, okay, fuck dit. Deze auto zuigt echt zo hard. Wacht. Heb ik nog iets? Nee, kut. Oh ja, pak hem. Hij wil ook ons blazen, hij wil ons ook blazen. Ja, maar kijk hoe lang. Oh, laat maar. Gun hem. Poh, ik schrok me wel af hoor, als dat gebeurt, is fucking kut. Even kijken, jouw Twitter. Ja, kom, we gaan bounty hunten met de helikopter, ik vlieg. Ah, ik vind het best. Jij gaat schieten en ja, maar, hey, maar we moesten toch een Titan pakken, of niet? Ja, fuck die Titan. Nee, dat is wij willen ook wat doen. Ga gewoon een bounty hunter, Rick. Oh, iemand zegt... Mika zegt ik ga een shirt van je kopen. Oh ja, dat is ook leuk. Maar dat heeft niet met GTA te maken. Iemand zegt ga een auto stelen. Ja, dat hebben we al soort van gedaan. Want ik heb mijn eigen auto gestolen. Ja, maar dat is gelijk weer een beetje... Te makkelijk. Te makkelijk, weet je. Ja, dat is eigenlijk best wel moeilijk, hoor. Dat... Hoor hem dan. Ik bedoel, kijk, als je nou GTA noob bent, dus de eerste keer dat je GTA speelt, oké, maar... Vroeger, toen ik toen GTA... Chester mij nog heel vaak fuck. Nee, vroeger toen, Liberty City net uit was. Ja. Toen ging ik alleen... What the fuck, ouwe? Ik zuig zo hard. Waarom heb je ook off-road bandjes onder dit ding? Voor het racen, want ik race heel vaak met off-road, dat is wel chill. Op zich. Welke helikopter pakken we? Staat er een buzzard? Wees slim, wacht. Laat mij naar een plek vliegen en dan heb je een buzzard. Oké, zeg maar gewoon een waypoint. Nee, hier. Ik vlieg wel. Nee, ik wil vliegen. Nou, best wat jij wil. Hier, je moet hier naartoe als het goed is. Of het is deze kant. Ja, het is deze. Het is hier zo. Yo, is goed. Kan je niet dadelijk aan de zijkant zitten dan dat je met je wapen kan schieten? Daar zit ik al. Oh, ja, ik heb een MG. Hey, ja. Dan gun je gewoon... Dan gun je gewoon die money's aan mij voor mijn T20, hey. Goeie, hè? Ah, ik vind het best. Maar ook... jongens, als we 100 likes deze video kunnen halen... Dan gaan we volgende week, of andere keer, gewoon weer een GTA 5 lange versie doen. Juist. Dus drop maar zo even dat blauwe duimpje omhoog natuurlijk. Jongen, het is warm.
Waar staat de buzzer dan? Oh, kut. Volgende. Andere? Ja, volgende platform. Oké. Okay. Daar zou die moeten staan. Niet gelijk omlaag, maar je zou die moeten gaan staan. Maar ja, GT... Nee, laat maar. Hé, hey, het is wel zo eentje. Wacht, vlieg even weg en dan kom ik weer terug. Wat voor een was het ook weer? Dat is toch een... Dat is een... Hoe heet zo'n ding? Snoek. Cargo Bob. Ja, Cargo Bob, maar de echte naam is een Snoek. Wist je dat? Ja, Snoek of was het een Chinook? Nee. Ja, Chinook. Nee, S-E-N-N-Nook. Oh, jawel. Chinook. Chinook. Die hebt politie ook altijd. Ja, ja oké. Okay. Maar ja, daar zit weer geen haak aan. Even kijken. Nee, weer niet. Nou, ga eens terug naar het vliegveld, misschien daar. Ach, nog. One sec. Ik wil even die gastjes snipen hier zo. Welke gast? Ik zie niemand. Ik wel. Hè? Oh, die gastjes. Ja, sniper inbound. Give me a sec. Kun je niet kijken naar mijn sniper skills, want die heb ik niet. Oké. Oh, ik mis hem. Oh, gelijk boos. Ze weten niet waar het vandaan komt, kijk. Kijk ze loeken dan. Kijk ze zoeken zo. Oh, joh, ik word geraakt. Oké, let's go, we hebben ze allemaal. Zo, gewoon even voor de fun hebben we dit gedaan. Even kijken of je Twitter nog iets binnenstroomt. Oké, ik vlieg weer terug naar het vliegveld om te kijken of... Oh, bounty van 5000. Die moeten we daar echt achteraan, hoor. Ja, ja. We gaan auto's stelen voor een opdracht. Ja, ik wil die budget hebben, zodat ik ook gewoon op mensen kan schieten. Als je begrijpt wat ik bedoel, snap je? Ja. Want ik heb op dit moment... Niet eens 1 miljoen, man. Skere tijden. Jongen, gedraag je. Ik heb... Ga één avondje alsjeblieft gamen en je hebt... Ik game eigenlijk bijna nooit meer voor mijn plezier GTA gewoon, omdat ik geen tijd daarvoor heb. Zeg, maar, ja, maar nu, kijk, ik vind... Kijk, ik doe het nou gewoon als ik voor YouTube is het voor mijn plezier. En ook gewoon om lol te hebben. Ja, maar hier? Aan de andere kant, kijk, ik vind wel... Oké, misschien ga ik nu echt op fans krijgen op YouTube, maar... No, hij staat er niet. Fucking hell. Nou, ga hey, dan maar gewoon... Fuck dat, jij moet gewoon alles doen nu. Ja, is goed, misschien... Wow! Ik pak even de zekerheid een andere. Maar misschien ga ik wel... Misschien ga ik wel sikke offense krijgen nu. Maar ik vind zelf dat je persoonlijk, als je YouTuber bent, dat je ook wel gewoon plezier gewoon zelf hebt moeten vinden en vrije tijd in. Ja, dat heb ik ook gewoon. Want ik game heel vaak buiten, buiten YouTube met Rubens en Sam. Nee, oké, maar je snapt wat ik bedoel. Sowieso. Oké, let's go. Ga erin. Joepie, ik zit weer aan de zijkant. Altijd als je iets wil, dan heb je het nooit. Dus bijvoorbeeld als je een buzzard wil... Dan... Ja, laat me raden, straks even klaar met video op, buzzard. Sowieso. Oké, let's go. Hey, ben jij goed in een helikopter stil hangen? Ja, best wel. Anders kan ik ook nog snipen. Maar ik denk dat ik gewoon... Maar er zijn geen bounties op dit moment, of wel? Kijk jij eens op de map? Even kijken, vlieg maar gewoon door. 2 bounties. Hè? Oh, ik zie ze. Hoeveel mensen zitten dan... Oh, we zitten wel met 22 mensen in de lobby. Oh, zo netjes. We gaan gewoon proberen iedereen af te snipen die we tegenkomen. Gewoon ons doel. Laat dan ook even in de comments... Even in de comments achter. Gewoon een doel. Wat we de volgende keer misschien kunnen gaan doen. Jira, hier zitten mensen. Probeer ze neer te snipen. Waar zie je mensen? Hier, kijk op de minimap. Oh ja, gaan we proberen. Wacht. Mijn hele beeld beweegt. Ja, ik kan dus niet zo ver schieten. Laat me zeggen. Draaien. Je moet draaien. Hij zit in de ammunition. Ik ga gewoon... Land bij de ammunition en dan wacht op. Wat hebben we politie achter ons aan? Nou, wat gaat de politie doen? We kunnen zo wegvliegen. Kijk, hier, daar komt hij. Waar blijft hij? Als het goed wordt hij nu weggestuurd. Oh, hij is left. Lol. Kijk, hier rijdt iemand. Kijk uit. Hey, bounty. Daar rijdt iemand. Kom, we gaan naar achteraan. Vlieg hoog, dan spring eruit. Nee, niet eruit van je. Chesto, kijk uit, ik vertrouw jou niet. Goos, ik ben die vliegkunst. Ik heb die vliegkunst, Goos. Ik vertrouw jou niet. Hier. Ja, dat lukt mij niet. Hier, op de grond, kijk dan. Zijn dat die grappies? Ja, dat zijn die grappies. What the fuck, mijn internet lekt hem. Kill hem! Oh, je hebt hem al. Nice. Oké, let's go, dat is kill nummer 1. Ik ga geen count bijhouden, want fuck, ik doe veel werk voor een uur special. Ga je count bijhouden, bedoel je count met gewoon editen? Shit. Count met kills, weet je fucking lang dat is dan?
Ja, hier staat één in de pimpshop, die gaan we ook even pakken. Gewoon opwachten, die shit. Nou, we gaan naar de bounties. Die is hier. Oh, we hebben 3 bounties. Hey man, ik wil Mars. Bounty doet me denken aan een Antilliaan. Waarom weet ik niet. Dat klinkt racistisch, of niet? Bounty. Nee, maar ik bedoel... Hier zit die bounty. Waar zit die bounty? Waar zit die bounty? Waar zit die bounty? Straattaalwoord. Hier is die, hier is die, hier is die. Wow, weg hier! Ik ben weg hier. Hij gaat sowieso op ons schieten dan. Kijk dan! Politie be like! Iemand in de tank? Fuck hem, we gaan achter deze 2 mensen aan. Ja, politie be like. Gek hoor. Politie be like, we kunnen niks tegen de tank, dus gaan we maar achter 2 onnozele sukkels en Nelly aan. We zitten met Nederlands in de lobby, by the way. Echt? Timmetje en Lorenzo en D070. Kijk, ik zet hem even hier op het dak, zodat de politie ons niet kan zien. Oei, yo, ik ga denk springen. No, we staan veilig hier. Oké, dan gaan we even gelijk een nieuwe helikopter halen, want deze is alweer half aan de klote. Misschien staat er wel een buzzard, dat jij als er nu een buzzard staat, ben ik wel blij. Maar dan moet eerst de politie ons eventjes kwijtraken. Dat moet even goed komen. We staan allemaal onder ons. Kan dan niet. Oké, we zijn ze kwijt. Mijn handen zweten, man. Waar is vliegveld ook weer? Welke kant op? Ja, die kant. Ja, die kant. Nee, iets meer naar rechts en dan rechtuit. Ja, ik zie het al, daar zo. Juist. Ze moeten nieuwe helikopters maken, man. Het vliegveld zit in elke GTA op dezelfde plek. Ja, klopt. En als het goed is, hebben jullie deze week ook al allemaal nieuwe videos met mijn nieuwe microfoon gezien, namelijk de rode NT-USB. En waarschijnlijk praat ik daar nu ook door. Daar praat ik nu ook door. Dat is meer dan logisch dat je daar doorheen praat, toch? Ja, daarom, anders neemt het niet op. Oh, de motor valt af en toe uit. Ze moeten echt een nieuwe helikopter in GTA maken. Ja, je hebt toch die Valkyrie of zo? Ja, maar dat vind ik echt kut dingen. Ze moeten gewoon een beetje zo'n standaard als een Maverick of zo. En nee. Oh, what the fuck ging jij doen? Buzzard, please, buzzard. Gun ons. Gun ons. Nee. Ik zou zeggen, wat doet GTA met ons, man? Ik zou zeggen, vlieg even door. Gewoon even een rondje weer. Nee, of we vliegen door naar het ene. Oh ja. Als hij daar niet staat, wat doe je? Niet schieten, niet schieten. Krijgen daar weer politie voor niks. Even 200 RP voor vliegen. Let's go. Kijk die killfeet houden, iedereen killt elkaar daar zo. Kom, we gaan straks voor de gein bij Grove Street even iedereen van rot schieten. Even kijken. Ja, nou, nee. Fuck off, man. We hebben echt ongeluk. Oké, we gaan daar nog één keer terug om te kijken of daar gewoon een buzzer staat. Anders pakken we gewoon weer een Maverick. Hé, mijn controller is roze. Ja, ik speel nooit GTA met mijn scuff controller als jullie dat afvragen. Hé, met je scuff? Nee, niet. Nooit. Oh, ik wou zeggen. Ik vind het fucking irritant. Springen. Ja, dan druk ik dadelijk opeens kruis in ofzo. En dan sla je iemand. Ja. Hey, Jurai, er is zo'n glitch, hè? Wat dan? Als je in een helikopter zit en je doet vierkantje kruisje, driehoekje, dat je een soort van camera krijgt. Echt dit? Ja, er staat een bus. Nee, dat is geen bussard. Ja, nee. Nee, er staat alleen een cargo bot. Nou, we pakken de zwarte Maverick. Waar ben je, Jirai? Ik ga aanslag plegen. Nee, niet doen, dan ga ik dood. Nee, niet op jou. Sta je op dat gebouw of niet? Je hoort vanzelf wel. Niet doen. Ik ga dat vliegtuig voor. Ik ga ons oude helikopter vernielen. Daar sta ik achter. Jirai! Er gebeurt niet eens wat. Noob, faal! Hey joh! Oké, Vathoef, kom. Gooi een sticky bom op en als we wegvliegen, laten we het ontploffen. Special effects. Kom. Wacht, ik schiet even op die motor van het vliegtuig. Ja, daar zijn we niet op tijd weg, jongen, kom! Ja, hij brandt. Draai! Wacht even, ik schiet er nog even voor de gein op. Kijk,
Oké, hier staan we wel veilig, denk ik. Ontploffen is. Let op, hè. Pam, pam, pam. Kun je ietsje naar achter vliegen, dan kan ik op de andere motor schieten. Kijk uit, want als je hier gaat vliegen, geloof me, dat vliegtuig gaat kan er alle kanten op. Ik probeer de tweede motor te raken. Kijk uit, Chesto. I know. Oh ja, die tweede staat ook in de fik. Die heli nog. Ik verspil echt mijn kogels. Oh. Oh jee, dat was het. Oh. Oh. Oké, op naar de bounties. Ja, er zijn nog genoeg bounties. We hebben weer politie achter. 3 sterren, what the fuck. Wat gaat hier staat iemand AFK. Rijd. Yo, iemand AFK. Ja, maar hij is passive mode. Nee hoor. Jawel. Oké. We gaan er vandoor, dan gaan we achter de bounties aan. Ik ga het gewoon nog een keer zeggen wat Chesto bij is. Chesto, gefeliciteerd met je 1k subs, man. Thanks, man. Nog steeds. Gewoon een beetje laat, maar goed. Maakt niet uit. Beetje laat. Ik heb al bijna de 1.5k. Boeit niet. Als je de 2k haalt, dat zal sick zijn. Binnenkort ook de first look in Utrecht, natuurlijk. Waar staan die bounties? Weet ik niet. Daar zo is er eentje. Zijn er nog maar 1. Ga je even... Moet even een bounty op ons gezet worden. Hey Chesto, ja, je zei toch, ik weet niet, ja, volgens mij heb ik dat in de video gezegd, dat jij FIFA 16 wel ging kopen, maar niet ging spelen, toch of zo? Ja, ik weet niet of ik het ga kopen, want ik speel überhaupt geen FIFA meer. Nee, dus ik wil denk daar mijn money aan besparen en dan gewoon een... Ik ben echt FIFA noob. Hier staat een... Hey, draai! Kut! Hij is die gozer met die tank. Fuck! Nu zijn we fucked, want hij gaat achter ons aan. Oké, we moeten dit dus weg zien te komen. Nee. Oké, nu komt het van het plan auto stelen. Ja, wacht maar, ik wil mijn T20. Nee, want dadelijk blaast hij op. Ik heb hier een mooie auto, hier. Oh kut, hij is in de buurt. Ah, hij rijdt weg, ik ben echt scheef. Zo, ja. Jij moet even dood voordat je politie belt. Dus waar ben jij? Ik word net gekild en ik heb mijn auto besteld, dus... Fuck sake, ik pak weer een auto met een lekke band. Waar is mijn auto? Ja, waar ben jij? Ja, ik sta hier zo bij de wouten. Ik sta letterlijk bij de wouten. Tank op mij af. What the fuck? Hoe kan hij mij nog hebben? Ik ga een wouten, no! Ik ga woutenwagen jatten. Ik wil een politieauto. Wauw, ik ben in first person gegaan. Staat er een politieauto? Hoe kan je een tank makkelijk kapot maken? Nou, als je slim bent, zorg gewoon dat je achter hem bent, omdat hij dat niet door heeft. Dus oftewel, jezelf laten disappearen. Ga je achter hem lopen en dan spring je in zijn dingetje. Oké, dat klinkt fout, maar dan spring je in zijn auto. Oh, ik heb een auto. Als ik bij mijn buur ben, ga ik in persmeet. Kan je in persmeet iemand uit je auto gooien? Nee, hè? Nee. Ik ga sowieso wacht, waar ben jij? Ik kom van naar jou toe. Ja, ik ben on my way die tank. Die is best wel ver van me vandaan eigenlijk. What the fuck? Ik heb een auto dat schakelt, dat ding schakelt echt raar. Ik heb in heel veel auto's gereden. Hè? Waar is die ik heb in heel veel auto's geschakeld. Maar... Ik pak even een kleintje. Het is best wel kut dat we nu uit elkaar zijn eigenlijk, maar... Die gozer is gewoon naar de andere kant van de map gereden. In feite zijn we veilig. Ja, maar ik ga hem achter hem aan. Ik wil hem gewoon pakken. Kan. Ja, hier ben jij, ik ben bij jou, bijna bij jou. Ja, maar ik ben ergens beneden. Oké, ik kom ook wel naar beneden daar zo. Kijk eens, zie me vliegen! Woehoe! Yo. Ik heb soms echt de drang om netjes te rijden in deze dingen. Hier kan ik gewoon weer erop, denk ik. Ga je proberen erop te komen? Oh nee, fuck sake. Dat lukte niet. Oké, volgende keer beter. Ja, je rijdt op een kunnen. Je bent left. Echt niet? Ik ben er nog in hoor. Huh? The fuck? Bij mij staat ben jij eruit? Bij mij staat dat je left bent. Wat is dit dan? Ja, bij mij loopt iedereen vast. Dus ik pleur eruit. Sowieso, of het is voor mij die DDoS, ik ook nog. Nou ja, heel de game hangt bij mij. Ja, iedereen lief bij mij.
Dat was zo'n glitch, toch? Hè? Zo'n glitch is dat toch af en toe dat iedereen lieft? Ja. Oké, wat moet ik nou doen dan? Gewoon mij joinen. Via chatpart natuurlijk. Ik ga die T20 afhalen. For fuck's sake, dit is zo irritant, weet je. Ja, ik heb er ook last van. Dit is dus, laat me zeggen, het nadeel van GTA op next gen. Nou, het is gewoon het nadeel van GTA Online, want elke... Ja, want op PlayStation 3 had je dit niet, hoor. Nee, op PlayStation 3 had je het niet, nee. Kijk, ik heb bijna weer die sticker erachter gehaald. Die sticker die normaal hier zit, heb ik eraf getrokken. Nu heb ik eigenlijk een hele mooie mat zwarte controller. Behalve dit thumbstickje, die doet het erom. Dus we zijn al 3,5 uur aan het skypen. Ja, en we zijn al 20 minuten aan het opnemen. En nog 40 minuten te gaan. Hij is misschien iets korter of iets langer dan een uur, maar... Even kijken... Ik ben aan het joinen in ieder geval. Oh, nee. Wow, yo, ik rijd... Je weet toch wel dat namaak Peugeotje? Ja. Die is nog best snel. Full speed wel. Hij heeft voorwielaandrijving, dat is wel best kut. Mijn vader is ook binnengekomen. Ik ga denk... daar opeens... Op sowieso mijn vader komt daar opeens mijn opname in. Oh, nou, of mijn moeder heeft gezegd dat ik aan het opnemen ben. Geloof me, als ik tegen mij... Ik heb wel eens YouTube kanaal gehad en weet je wel, Dutchie King shit, weet je nog? Ja, dan waren we met tweeën, met z'n vier eigenlijk. Als ik aan het opnemen was, en ik zei tegen mijn ouders, ik ga opnemen, ze komen nog steeds mijn kamer binnen, of mijn honden verpesten het alweer. Ja, ik zie je in de lobby, oké. Kom dan mijn appartement, oké? Nou, ik wou hem net een auto gaan tunen. Wacht, ik kom dan naar die autotunezaak, oké? Yo. Met mijn gekke wachtje. Even kijken of ik dat... Oh ja, met 85k kan ik aardig wat dingen tunen. Dus als je mijn auto ziet, je gaat echt dood uit lachen. Motshop. Welke ben je? Bij ons huis? Ja, bij die Osso. Jezus, auto, rij eens door. Ik wil mijn auto niet vernachelen. Ja, dus je bent toch bij die ene die dicht bij ons huis, laat maar zeggen? Ja, die ene waar iedereen staat om elkaar af te knallen, ja. Ja, daar staat nou toch niemand? Nee. Ja, jezus, rij achter je. Kijk welke auto ik ga tunen. Ja, wacht dan. Mijn auto die slipt een beetje. Ja, ik sta ergens langs de kant, want ik ben bang dat mensen tegen me aankomen. Aight, sikke ding. Is die auto voor jou? Ja. Dat is die hotline. Nee! Ik word beschoten. Ja, ik ook. Rij. Ga jij er eerst in? Chesto! Sorry man. Ja. Kan ik er ook in? Armor nog eens laat. Maar ik kijk even snel op Twitter of iemand nog had gestuurd. Ja, Jirai, dat is een goeie. Een jet stelen. Ja, dat is een goeie. Oké, ik ga even mijn motortje pakken. Jirai, kom dadelijk even naar Eclipse Towers, oké? Ja, is goed. Gaan we dan naar jouw auto? Ja, is goed. Maar welke auto wil je? Deze of die T20? T20, want die is snel. Ja, is goed. Dan moet ik die T20 straks halen. Moet dan lekker nog even body armor halen. Oh, chill! Ik kan eindelijk, heb ik mijn eigen plate. Je eigen wat? Mijn eigen plate, weet je wel. Oh, met Jirai is erop. Ja, er staat Jirai op. Ja, ik heb gewoon omgearm hier erop gezet. Maar ik heb nou die van Juraski, die Jan Clantech dus. Ik moet nog even voor een paar dingen... Voor de mensen die het weten, ik zit natuurlijk nog in de Jan crew van de livestreams. Daar werd door geïnvite. Dus Kut, ik moet nog even geld sparen. Dat is wel lekker, maar ik heb ook mijn eigen crew. Als je die wilt joinen, ik zal wel even een linkje in van de Social Blade hier beneden zetten. Social Blades? Ik bedoel, dat is Social Club. Oh, Social Club. Social Blade is voor YouTube. Social Blade is die fake YouTube money ding. Ja, man. Oké, ik pak even mijn motortje totdat jij er bent. Zo, jezus, die ding is snel opgevoerd. Dus ik heb die hijsmotor gekocht, weet je? Ja, maar daar is niet zo heel veel aan op zich. Ja, maar die kan best wel goed glijden, hoor. Pa. Wat nou, pa? Ben je on my way into mijn huis? Nee, ik moet nog even wat dingen doen. Jezus, die ding slipt. Oh, zo toch! Chesto, die dingen zijn gewoon ultimate driftwagen gewoon. Kijk, waar ben je? Ik kom naartoe. Waar ben je helemaal naartoe dan? Ja, ik moet eerst naar mijn eigen Osso. Om daar te zetten zeker? Ja, en dan moet Wil je nog... niet in Eclipse Towers? Nee. Waar dan? Kut, er komt iemand
Ik woon hier. Er komt wat trap op. Als die binnenkomt, dan komt die je opname verstoren. Nou, maakt niet uit. Zo. Oh, ik kan hier niet in. Wordt misgund. Sorry, maat. Moet eventjes. Jess, hier, kijk. Ik word misgund door mijn eigen garage. Oh, iedereen left. Ja, nu ben jij het. Waarom gaat hij niet kapot? Jee, leuk internet, alles. Ja, boeien, we moeten toch onze tijd vullen. Die gozer gaat gewoon niet kapot. Oh, hij was geliefd. Nou, dan gaan we jou wel even joinen. De politie komt. Tatu, daar komt de politie aan. Kijk, die politie, ik rijd recht door de politie. Mijn oma gaat misgunnen, Chess. Ze gaat naar de McDonald's zonder mij. Met mijn nichtjes. Hey, ik ga gewoon tegen zeggen dat ik mee wil. En dan ga ik jou gewoon meeten daar zo. Ga naar deze McDonald's vandaag. Waarschijnlijk wel. Dan kom ik ook wel misschien. The session you're trying to join is full. No, doe normaal. Ja, ik moet wachten. Zet je een queue of zo? Ja, een queue. Wacht, ik ga mijn garage in. Dan kan ik misschien inviten. Mooi politie spoortje achter me. Waarom hebben wij dit nou weer drive? Fuck sake. Weet ik dat. Maar we spelen de hele dag van GTA. Niks aan de hand. Hoeveel mensen kunnen er in een lobby? 30 toch? 30. Er zit 24 man in. Probeer nu. Ja, is goed. Chesto. Join gewoon via chatparty. Allee, kunnen wij Chesto joinen? Ja. Hey. Kan gewoon. Hey. Hey jongen, hey, dan ben je een join. Zo. Stik voorzichtig houden. Zo. Zo, ik ben weer thuis, jongens. Hey! Zo, je kan nog hier zo'n vrouw bellen of zo, zo'n chick. Ja, ze kan zo'n wijfje bellen. Hoe doe je dat? Ah, heb je al in de stripclub zo'n wijfje gefixt dan? No. Dan gaat het niet. Ik kan twee wijfjes bellen. Ik kan er zelfs drie bellen. Ben je al gejoined? Nee. Okay. Ik ga even bongen. Even stoned word ik. Juist, nog wat stoned word daar. Oh, fuck. Wacht even. Zo, hoppakee. Stone de chesto, jongen. Poh. OMG, het stoned, joh. Oh, je merkt er toch niks van, man. Oké, dan gaan we nu even gelijk even... lekker groene sap drinken. Zo, ik word heel weinig mijn beeld wordt wazig. Ja, vind het heel gek. Ik kom in je sessie. Ja, ben je daar? Kom ook even kijken, loading. Ja, ik kan joinen. Ga even helemaal lam worden, oké? Chester wordt lam. Chester is altijd lam. Een schaap wordt lam. Oké, laat me niet slaan. Een schaap wordt lam. Luister, als je lam bent en je pleegt zelfmoord, dan kan je het gewoon weer opnieuw. Als je joint, dan laat me zeggen, als je weer. Ja, maar. Spant, ben je toch niet meer lam? Ja. Hé, hey, ik kan niet. Nee, bedoel ik. Ik kan niet meer. Dan ben je in ieder geval niet meer lam. Ik kan niet joinen. Waarom niet? Krijgde, weet ik het. We gaan even helemaal naar de kloten, jongens in GTA. Kom op. Helemaal naar de tyfus gewoon. Drink more whisky. Sluit wel die fles op, man. Kom op. Gewoon atten. Gewoon die fles 43 atten. Je weet zelf. Kom op, man. Het is niks, jongen, wat we nu aan het doen zijn. Ja, maar je kan daar nog steeds niet joinen. Nee. Oké. Okay. Stop drinken. Kijk, doe de dop er maar op, jongen. Huppakee. What the fuck? Mijn GTA doet raar. Loading, ja, hij is toch wel aan het laden. Als ik nou een chill potje kom, kun je altijd ook naar mij komen. Hé, wat is het? Ik heb gezopen, maar ik ben nog niet dronken. Ja, als je zuip ben je niet gelijk dronken, hè. Ik weet niet hoe Poesie... Nou, normaal gaat je beeld toch helemaal trillen zo. Ja, maar ik weet niet hoe Poesie je personage is, maar na één drankje ga je echt niet staan, ga je echt niet dronken worden. Ik heb al wat meer dan één drankje op. Oh. Dan ga ik nog even door. Even kijken, hoeveel mensen zitten in mijn sessie? Ik heb 23... We gaan nog even door, hoor. Ik heb 23 mensen, dus je kan joinen. Oké, ik ga jou gewoon proberen te joinen. Voor de zoveelste keer in deze opname. Zal ik wifi bellen en hier blijven, of gaan we...
Bel je chick en dan ga ik gewoon daarheen komen, oké? Okay? Ik ga er twee bellen. Ik wil ook een lapdance. Oké. Okay. Je kan kiezen tussen... Fufu. Hoe ziet Fufu eruit? Ik weet niet, klinkt als een hond. De Fufu. Oh, we kunnen alleen... houden ze van Doggystel, toch? We hebben Fufu. Ja. En Chastity. Welke is blond? Fufu. Nou, ik wil wel een blonde chick, hoor. Ah, gewoon blond... Alle blonde kennen pompen, hop, hop, hop. Dan niet anders. Ja, ik denk dat je beter ondertussen even piep kan doen. Zodat niemand hoort welke naam dat was. Ah, ik heb mij niet begonnen, dus ik kijk toch mijn video niet helemaal, denk ik. En dat is geen belediging. Nou ja, als jij wil dat zij een lekker. Iedereen vindt Nina lekker, het is zo en zo. Ja, Chester weet mijn mening. Ik ga mijn mening niet geven. Ah, ik wil mijn mening wel geven. Hij is aan het loden, jongens. Je zit al een half uur, let's go. Applaus voor jezelf als je nog steeds zit te kijken. Laat in de comments weten als jij nog aan het kijken bent. Dan weet ik gewoon wie de echte daard is. Gewoon heel de aflevering kijken. Yo, hey, laat een like achter. Laat een like achter. Gewoon like. 100 likes, zo snel mogelijk weer nieuw geeft. Ja, aflevering online. En ik ben natuurlijk proberen nu Jirai te joinen. Om natuurlijk een jet te spelen. Chester, ik weet een goede titel voor je video. Drank en drugs. Gewoon allemaal lijken. Chillen is het geen probleem. Dat is een Duitse versie, hè? En wat was dat? Ja, dat is een Duitse versie van Drank en Drugs door Ronnie Flex en shit. Zo van, als du beach wil... Ja, dat had ik gezien bij RTL Boulevard. Tune is kein probleem, ich gehe heim, ich komm niet allein. Hey, ben je daar? Zit ik bij jou? En dan, ja, en dan is het, ich habe stuf und schnaps. Ja, draai, if I'm voor jou. Oh, Fufu is er. Voor if I'm me. Zo, Fufu, ik geef jou die doekoe. Gaan we ja, samen... Ja, invite me dan, ik wil ook niet. Ik geef Fufu die doekoe en samen gaan we... Heb je nog geen invite of niet? Even kijken. Ja, hier. Hé, ik geef Fufu die doekoe en samen gaan we loesoe. Hoe ga ik er naartoe? Jirai, oh, apartment. Ja. Chesto, gewoon Fufu die doekoe en samen loesoe. Zo, die money blow bitch, jullie knoef. Straight money blow, jullie knoef. Oh. Oké, is Fufu er? Ja, Fufu is er. Zo, mol! Oh, jongen. En jij? Ja. Hoe deed dat ook weer, wijsje? Ja, en jij? Jij? Oké, ik ga je weg. Kom, ze rijden, fuck wacht, haar. Wacht, Chester, kijk mij eens aan. Kijk, je moet me even aankijken. Wacht. Wat is wijze? Twee keer R. Drie. Ja, maar wat is wijze? Yes. Bij welke is dat? Waar kan ik nu zitten dan? Chester, kijk. Jij. Chester, kijk naar mij. Ja. Zet je camera naar mij. Ja. Wacht. Hé, hey, jij. Jij moet deze video liken. Ja. Oké, wacht. Wat is liken ding? Dat is thumbs up. Wacht, thumbs up? Die heb ik niet. Wacht, ik wil wel even lapdance hoor. Hello, honey. Thumbs up. Oh, hier. Oké, jongens. Like deze video eventjes. Jij moet deze video liken. Kijk, jongens, kom, we gaan naar Fufu, Jirai. Ik heb je voor niks laten komen. Ik vind het hard voor je. We moeten nog een chat jatten, sorry. Zij blijft gewoon nog even staan dansen terwijl wij weg. Oh, ze gaat nu ook weg. Neem me mee naar je garage, hoor. Ik neem er mee op reis. Niet zingen, want dan krijg je copyright. Naar mijn eigen huis. Oké, we gaan naar de Osiris of T20. Welke heb je nou? Ik denk dat ik heb Osiris. T20 voor life. Waarom heb jij lijkenwagen als je vragen mag? Nou, als ik iemand dood wil hebben. Kijk, daar zit ook nog echt een kist in ook. Ik ben een... Parfesh 070 is gesessie joint. Wat? Hij was geliefd, hij was gesessie joint. Parfesh. Ja, Noah. Ben je al buiten? Ja. Ah, hij komt ook naar buiten. Waar ben je dan? Hier. Je hebt geen wielen! Ach, what the fuck, je had geen wielen! Ik heb wielen. Ja, nu wel. Oké, ik ga naar de... checkpoint. Nee, ik weet dat mijn het is, joh. Oké. Is prima, jongen. Even... Moet ik even mensen neerknallen? Nee, laten we dat maar even niet doen. Hé, hey, er is iemand. Wie de fuck? Jagertje, die hadden we straks gewoon in fight. Oh ja. Nou, ja, maakt niet. Moet ik even tegen hem praten? Hij liep al daar toch als hij ons niet hoort. Ga ik tegen hem praten? No. Yo. Ah, te zielig. Hij zegt ook eens yo. Ja, fuck dat. We zijn aan het opnemen. Had hij maar op Twitter moeten lezen eventjes. Nou, weet ik dat. Dit ding is eigenlijk best snel ook. Wat, T20? Ja. Kwovelkop gebruikt hem ook altijd. Kijk die spoiler. Ja, die gaat heen en weer, hè? Ja.
Wanneer gaat hij naar heen en weer dan? Als je wat doet. Als je remt. Oh ja, dan gaat hij die lucht gaat hij tegenhouden. Oh hé, hij hoort mij, want ik heb hem niet gemute en mijn mic staat nog aan. Lol. Wel. Dus we zijn gewoon video aan het opnemen. Kut, fuck. Body armor, inventory. Oh, maakt niet uit. Hey, als je heel eventjes nice bent, dan lief je super even. Super heavy armor. Oké, ik heb armor aan het dus we kunnen het halen. Yo, hij lief voor ons. Ja, mag die sessie joinen? Ja. Ja, voor mij wel, als je me nog niet opblazen. Als je me niet gaat opblazen, dit. Nee, niet dat ik zo meteen gekickt word of zo, dat weet ik veel. Nee, we zitten toch niet in de iFight Only sessie, dus mij maakt niet zoveel uit. Maakt niet zoveel uit. We sturen wel berichtje als je weer de chatparty in kan. Yo. Kijk mensen, dat is nou een voorbeeld van een chill. Kijk, dit is nou gewoon relaxed als je zo iemand hebt die sessie joint. Die snapt het, ze gaat opnemen. Oké, ik ga eruit. Snap je? Zijn ook mensen die gaan flippen erom. Kijk, juist. Dan voeg ik je niet snel toe, maar dat is ik denk chill dat ik hem wel nee. Even toegevoegd dat is gewoon chill over nee, klaar. Kijk, Jirai, moeten we hier inspringen? Hè? Moeten we hier inspringen? Nee hoor, andere kant. Ah, dat kan ook. Maar kijk, dat is nou een voorbeeld van chill over nee. Ik heb ook van die mensen die gaan helemaal zo van... Oké. Als het in één keer lukt, first try, dan zijn we pro, Jirai. Als het in één keer lukt... Jij moet mij afzetten bij die jet, hè? Oh, jij? Oh ja. Wat heb ik gedaan? Mensen. Ik moet bij deze huilen, want ik wil hem halen. Nou, oké, mensen. Kom op, man. Mensen, het is nu of nooit, ik zweer het je. Mensen, like zodat ik hem kan halen. Like zodat ik hem kan halen. Let's go. Dank je gelijk like. 4 sterren. Daar gaan we. Zo, ik ben eigenlijk best wel een like-hoertje. Ik vraag constant om like. Ah, jij bent het. Ik vraag niet om likes. Boy, nee, ik vroeg ben... één keer gewoon om 100 likes en dan gaan we gewoon zo snel mogelijk weer een nieuwe aflevering. Nee, jij vraagt het niet. Kijk uit die tank! Hier, ga hier erin. Jij vraagt het niet, Chaz. Bij jou komt het gewoon links onder in je beeld. Waarom? Nou ja, bij er is niemand hier! Kut. Die tank, ik ben dood. Die tank ziet mij. Nee, die tank schiet mij niet. Vlieg. Ja, ik word geblokt. Kijk mij dan. Ik heb hem! Woo! Kijk uit, hè. Er komt altijd nog een jet van dat ding. Boeien. Ik heb hem, jongen. Heb je ook eentje? Ja. Lekker, Jirai! Kijk hier, ik ga jou taggen, maar ik ga je niet voor ons schieten. Komt ie. Holy shit, ouwe. Let's go. Nu even de politie kwijtraken. Even een barrel rond te vieren, hoppakee. Hey, dan kunnen we bounties killen, als we bounties hebben in de sessie. Waarom? Sinds wanneer heb je een radio in een jet? Weet ik ook niet. En GTA is niet van iets onrealistische. Nou, ik vind het best wel realistisch soms, hè. Schrijf, waar ben je? Oh, daar ben je. Kijk uit dat je niet helemaal aanvliegt. Geloof me, ik heb vliegskills. Ik vlieg op mijn kop. Wanneer dan? Oh kut, ik moet even iets hoger vliegen. Ik ga even. Ik vlieg hoog, even omhoog, gewoon recht omhoog vliegen van de pop af. Gewoon missen in de stad hier sowieso. Wat denk je als je gewoon echt een jet hebt? Gewoon zonder missiles en zo. Als ik later ga doen wat ik wil doen, dan heb ik een eigen jet. Ah, jij wil piloot worden? Ja. Ik word gekke piloot alles. First person? Al-Qaeda. Oké. Okay. Dat is racistisch. Alle mensen die hier moslims zijn, ik hou van moslims. Waar ben je, Jirai? Ik vlieg nu richting het vliegveld zo. Spraakgebrek. Ja, kom maar gaan onderzoeken wat probeert te landen gewoon normaal. Ik zei laatst, ik heb laatst een spraakgebrek, zei ik zo, je hebt een spraakbericht. Spraakbericht? Nee, ik ben level 96. Ik ga landen op Los Santos Airport. Ik ook, oké, dan zijn we gewoon maatjes. Even recht naar beneden. Ik heb de, laat maar zeggen, vanaf de... Welke baan neem jij? Ik neem de andere, precies die jij niet neemt, denk ik. Ja, ik neem de baan het verst van de tijd in af, laat ik zo zeggen. Oh ja, die neem ik ook nu. Oh, hé, er is daar een gozertje. Zal ik hem afknallen? Waar ben je? Ben je een helikopter? Nee, ik zie een gozer in een helikopter. Ja, ik ook. Oké, ik ben geland. Oh, van die helikopter kwam bijna tegen me aan, hè? Nee, ik ben geland. Ja, ik land hem ook wel eventjes. Hier, wacht, ik ga. Zal ik mijn vliegtuig met één hand landen? Nou, doe maar niet, dadelijk gaat het verkeerd. Gaat niks verkeerd bij mij. Hé, wat je rijdt.
Je moet taxi, man. Yo, met één hand. Wacht, ik ga wel een nette landing inzetten. Oké, nu wil ik minder gas. Wieltjes zijn al uit. Yo, welke baan? Hey, Only Wicked is gejoined. Ken je hem nog? Nee, ik kan hem niet. Ken je nog Kevin van vroeger? Ja, zijn stem is een stuk lager, hè. Hoe heet hij nu dan? Weet ik niet. Oh ja, hij is Only Wicked. Nee hoor. Jawel. Serieus? Ja. Kevin! En hoe heet nou? Landroski? Tristan? En nog steeds hoog stem. We hebben ook nog... Weet de gozer van Betty voor de Hart? Damien! Vriendje van JC. Hé, hey, wat je rijdt. Ga jij eerst? Kom, we gaan allebei tegelijk opstijgen. Ga naar de andere baan, jij. Ja, is goed. Dan gaan we hier tegelijk staan waar we nu allebei staan, zo. Ga precies op die groene lijn staan, die je bij mij ook ziet daar, zo, met je achterwielen. Wacht even wachten. Even perfectionistisch doen. We staan gelijk. Doe L1 en L2 en R2 tegelijk in, kijk. Ja. Oké, whatever, take off! Go! 3, 2, 1, go! Oh hé, er vliegt daar een andere chat. Ik ga hem afknallen. Ik ga hem pakken, ik pak hem. We pakken hem alle twee. Daar loggen we elkaar aan. Oké, Jirai, ik heb bijna jou aangelogd. Ja, Jirai. Let's do a barrel roll! Hey, kom, we gaan de formatie vliegen dan. Ja, is goed, ik kom eraan. Waar ben je dan? Ik vlieg denk ik een stukje hoger dan jou. Dan jij. Oh! Oh ja, nee. Dan jij, sorry. Je bent geliefd weer. Voor mij is bij mij iedereen er weer uit. Ja, godverre. What the fuck is dit, jongens? Jongens, ik ga even letterlijk mijn... Oh. Ik denk dat ik dan nog aflevering ga afsluiten voor vandaag. Ja, is goed, man. Ik ga nog even één ding doen. Want dan gaan we gewoon volgende keer proberen te fixen dit. Wat moet ik nog doen, Jirai, met mijn jet? Wat zou ik doen? Je weet toch die hele grote brug bij het vliegveld? Ga er doorheen. Ja, die met die blauwe lampjes. Ja. Oké, let's do this. Gelukt. Ho! Hey, ga nog één keer proberen, totdat het fout gaat. Gewoon totdat het fout gaat. Geloof me, mensen, bij Chester gaat het best wel snel fout. Ja, het is alweer fout gegaan. Jongens, mochten jullie genoten hebben van de allereerste GTA aflevering, laat dan alsjeblieft je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Zoals ik al zei, 100 likes is zo snel mogelijk weer een nieuwe GTA 5 Free Roam special online. Wie weet met Jirai, wie weet met iemand anders. Dus, jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. Jirai, heb jij nog wat te zeggen? Fuck her right in the pussy! Ja, inderdaad, dat. Fuck her right jongens, in the pussy. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk... tot de volgende keer, mensen. Laters!